Mijn naam is Eva Rademakers en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op dit kanaal. In deze video ga ik jullie uitleggen hoe dat je makkelijk in het donker kan filmen. Dus heb je zin in, natuurlijk als dat blauw duimpje ook. En dan gaan wij gelijk beginnen met de video. Ja, filmen in het donker. Hoe kun je dat nou het beste doen en welke technieken zijn daarvoor? Nou, grofweg zijn namelijk drie verschillende mogelijkheden om te filmen in het donker. Nou, als eerste is dat de ISO. Nou, we weten allemaal dat als je in het donker gaat filmen, dat je vaak ruis gaat krijgen. Mijn tip is daarvoor ook om te gaan kijken wat de maximale range is van je ISO. In mijn geval is dat 6400. En ik ga daardoor maximaal altijd naar de 3200. Ik pak er dus gewoon de helft van. Nou, ik heb het een keer uitgetest, maar dat kun je zelf ook heel makkelijk uittesten. Door gewoon van je camera de lens op te pakken, even op je camera te zetten en dan matig de ISO omhoog te doen. Op een gegeven moment zie je heel veel ruis ontstaan en dan weet je dat dat jouw max is bij jouw camera. En ik heb het ook gedaan, dan krijg je ongeveer dit te zien. Nou, je zag eigenlijk wel dat de ruis in beeld kwam, maar ik vond persoonlijk dat bij 3200 de ruis nog acceptabel was. En daardoor is het toch mijn max eigenlijk. Nogmaals, dit geldt voor iedere camera anders en ook voor ieder cameratype zelfs anders. Dus ik zou het zeker eerst even bij jou uittesten voor je dat je hier gebruik van kan maken. En de tweede techniek is een klein beetje licht toevoegen. Als je in het donker wil gaan filmen en je wil juist ook een mooi donker effect gaan krijgen, ja, dan heeft je camera natuurlijk wel een klein beetje licht nodig. Als je nou een klein beetje extra licht toevoegt, zou je camera het daardoor veel makkelijker vinden om uiteindelijk te gaan focussen daarop. Nou, je kunt het heel makkelijk doen om een kleine lamp te gebruiken, zoals je telefoonlamp of een fietslampje. Dat is eigenlijk voor de camera meestal net genoeg om een persoon mooi in beeld te krijgen en de achtergrond mooi donker te houden. En zul je camera het net iets makkelijker vinden om die beelden te gaan filmen. En vervolgens hebben we uiteindelijk tip 3. En tip 3 is wel een hele handige tip. Als je namelijk wil gaan filmen, kun je best je fragment zo groot mogelijk maken, oftewel je diafragma. Nou, wat bedoelen we daarmee? Hoe groter je de diafragma zet, dus hoe kleiner het getal, hoe groter het gat gaat worden en hoe meer licht er in de sensor kan komen. Hoe meer licht in de sensor komt, hoe sneller jouw camera de beelden oppakt en hoe donkerder jij het ook buiten kunt hebben. Ik heb hier al eerder een video over gemaakt, die staat natuurlijk in de beschrijving en is dus ook in het i'tje aan te klikken. En zo zul je ook exact kunnen zien hoe het nou werkt, die diafragma, en hoe je het op jouw camera kunt instellen. En dat is eigenlijk nog een vierde, een soort van bonus tip. Dat is om goed te kijken naar je sleuteltijd. Als je sleuteltijd namelijk heel erg snel zet, heeft hij heel weinig tijd om licht op de sensor te laten vallen en krijg je vaak donkere beelden. Ga je sleuteltijd nou langer maken, dan zul je uiteindelijk ook zien dat het veel makkelijker voor je camera wordt om de beelden op te nemen, omdat je daar langere tijd voor hebt. Nadeel is al wel dat je zogeheten motion blur gaat krijgen. Oftewel, als ik met mijn hand ga bewegen, dan zul je zien dat je hand een beetje, ja, nog een effect, een waas omheen heeft zitten. Als ik nu ga bewegen met mijn hand, zul ik eigenlijk bijna geen motion blur zien. Als je donker hebt, ga je wel vaak motion blur zien. Om dat te voorkomen, kun je best als je in het donker gaat schieten, je camera altijd zetten op de manual. Oftewel, de handmatige stand. Dan kun je zelf alles instellen. Diafragma, sleuteltijd, maar ook je ISO-waarde. Zo weet je altijd zeker dat je camera die waardes aanhoudt en daar zelf niks mee gaat veranderen. En zo kun je op een redelijk eenvoudige manier in het donker gaan filmen. Maar ja, nogmaals, als je in het donker filmt, je camera zal altijd wel iets van licht nodig hebben. Dus mijn tip is dan ook om altijd een telefoon of een fietslampje etc. bij te houden. Om net iets meer licht op jouw camera te laten vallen. Dan heeft jouw camera gewoon iets makkelijker en iets meer de tijd om jouw beelden te gaan maken. Nou, ik hoop dat jullie zeker iets hebben gehad aan die tips. En doe ik alvast je blauw duimpje ook als het er was. En dan zou ik zeggen, als je zelf iets in het donker hebt geschoten, laat dan even een stukje zien op Instagram of op Twitter. Dan ben ik erg benieuwd wat jullie van hebben gemaakt. Nou, vond je het een leuke video? Doe vast dat blauw duimpje hoog. Je ook zeker niet abonneer op het kanaal hier beneden. En zie ik jullie de volgende keer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Tot de volgende keer.